Het is winter. Mensen zitten binnen in hun huizen en de dieren in hun warme holletjes. Het is koud en stil rondom de stad Gubbio. Maar wat is dat? Er loopt daar iemand. Je kunt het horen aan de voetstappen die kraken in de sneeuw. Het is Franciscus. Hij is blij dat hij bij de stad aankomt, want hij wil zich opwarmen en wat eten. Maar wat ziet hij? De poort is op slot. Dan hoort hij een stem die vraagt wie hij is en wat hij komt doen. Hij zegt dat hij Franciscus is en hij wordt dadelijk binnengelaten. Meteen wordt de poort terug op slot gedaan. Franciscus vraagt aan de poortwachter waarom de poort gesloten is. De poortwachter antwoordt hem. Buiten de stad loopt een grote wolf. Hij heeft mensen en dieren aangevallen. Straks gaan we met een paar mannen de wolf zoeken en doden, want hij is een heel gevaarlijk en bloeddorstig beest. Ik ga mee, zegt Franciscus. Wat later staan er aan de poort enkele mannen met bijlen, messen en knuppels. Ze lopen over het pad naar de rand van het bos. Opeens horen ze het gehuil en het grommen van de wolf. De mannen hebben schrik en blijven stokstijf staan. Maar Franciscus loopt door. De mannen roepen hem angstig terug, want hij heeft geen wapens bij zich. Opeens schiet de wolf van achter de struiken tevoorschijn. Hij heeft vurige ogen en blikkerige tanden. Hij rent recht naar Franciscus toe. Deze kijkt hem aan en zegt: Kom maar, broeder wolf. Kom maar naar hier. De wolf stopt onmiddellijk en loopt met de staart tussen zijn poten naar Franciscus. Hij gaat aan zijn voeten liggen en kijkt hem aan. Broeder wolf, zegt Franciscus, je bent heel stout geweest bij de mensen in de stad. Zo erg dat ze je nu willen doden. Maar dat mag niet, broeder wolf, want God ziet ook jou graag. Daarom zal ik de mensen vragen je iedere dag wat eten te brengen. En jij moet beloven nooit meer een mens of dier aan te vallen. Toen jankte de wolf, zo blij was hij, en hij likte de handen van Franciscus. De wolf en de mensen van Gubbio hielden zich aan hun beloftes. Zo leefde de wolf en iedereen nog lang en gelukkig.